Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn hier bij Next Step Continuous Delivery at Duo. Ik zal me eerst even kort voorstellen. Ik ben Martijn Straatman. Ik ben werk al bijna 20 jaar bij Duo. En ik ben Java developer, maar de laatste jaren voornamelijk bezig met system engineering. En ik hoop dat je vandaag zult zien dat software en system engineering heel mooi hand in hand gaan. Naast mij staat... Ik ben Martijn van Tiel. Ik ben software architect bij Duo. En ik ga u vandaag wat vertellen over hoe wij onze applicaties richting de cloud hebben gemigreerd. Goed, nou ja, je ziet al staan Next Step Continuous Delivery. En ik denk van, hey, wat is dat nou precies? Wat is die Next Step? Nou, wat het in ieder geval is, het is Kubernetes, het is dus Docker, het is Prometheus, Elasticsearch. Maar ja, goed, voordat we bij die Next Step waren, toen zag het er veel minder rooskleurig uit. Deze had ik net al moeten doen, sorry. Ah, ja. Goed, dus een lange tijd geleden, in een galaxy far, far away. Nou, wat is die lange tijd dan? Dat is ongeveer 5 jaar geleden, zaten we bij Duo echt, en dan ook echt wel, met de handen in het haar. Als je naar onze applicatie, we waren toen wel al een redelijke tijd bezig met Java. Maar als je naar die applicaties keek, ja, dat waren grote monolieten. Met heel veel functiepunten. Belabberde performance. We draaiden op WebSphere Application Server. Ja, best een mooi product, maar erg duur. Van IBM. En niet echt flexibel. Nou, DevOps hadden we echt nooit van gehoord. Het was, waren developers en operations, daar was het al mee gezegd. En dus, je kunt je voorstellen dat deployments naar productie deden met Excel sheets. Ja, er waren van één deployment waren wel 100, zeg maar wel 10 versies van hetzelfde Excel sheet in omloop. Dus ja, zeg maar in één keer een goede deployment naar productie, dat was, daar moesten we geluk hebben. Dus we hadden een redelijk zootje. Maar goed, dat werd ook wel onderkend door onze CTO, eigenlijk door het MT van Duo, want onze business die was niet bepaald tevreden. Dus betere tijden in aantocht. Dus waar zijn we nu eigenlijk, toen 4 jaar geleden zijn we eigenlijk begonnen met het bouwen van een nieuw continuous delivery platform, wat we hier overigens vorig jaar hebben gedemonstreerd. Dat werd hartstikke mooi. Daardoor konden we ook de energie die we verloren zeg maar, in het opbouwen van omgevingen en het goed kunnen deployen naar productie, konden ons nu ook focussen op onze applicaties gewoon beter te maken. Dus gewoon een start maken met microservices. Doordat we een goed werkend platform hebben gecreëerd, konden we iets aan DevOps doen. Dus we hadden niet meer dat geharrewar van wie mag wat. En wat is het weer een vervelende installatiehandleiding. Dus we hadden gewoon meer controle. Meer controle over de hele OTAP. En met OTAP bedoel ik ontwikkel, test, acceptatie en productie. Dus daar waar het... deployment, zeg maar, of het inrichten van een hele omgeving en deploy naar productie bijvoorbeeld 6 weken duurde, hebben we nu gereduceerd naar 6 minuten. Nou, een hele grote stap. Dus hoe ziet die omgeving dan nu eruit? Even in hoofdlijnen, omdat jullie een beetje een idee hebben van wat we gedaan hebben. We hebben we hadden afscheid genomen van IBM. En Red Hat als leverancier in de arm genomen. Daarbij namelijk afscheid van, kwam de introductie van Linux wel een stuk, waardoor alles een stuk makkelijker werd. We gingen JBoss doen, een EE-applicatieserver. We hebben een front-end met Nginx. Back-end is nu nog steeds overigens zo een database van IBM DB2, op iSeries. CI-tooling is gewoon al bekende Jenkins, Maven. En we gebruiken 2 producten van Xavier Labs. Waarmee wij deployment doen. Zodat je zeg maar geautomatiseerd kunt deployen over al je omgevingen heen. En het hele release management daarmee en alle configuratie zit erin. Dus eigenlijk al dat handmatige werk wat we eerst hadden, hebben we helemaal weggehaald. Met als gevolg dat we nu eigenlijk best met hele aardige zekerheid gewoon naar productie kunnen gaan. Dus dat het goed gaat, maar ook snel. Nou, zie je nog Puppet Lab staan. Al die omgevingen worden volledig geautomatiseerd. Uitgerold. Dus als je developer bij Duo bent, of je bent een applicatiebeheerder, of je bent gewoon een product owner, kun je via een self-service portaal kan je hele omgeving uitrollen. Nou, klein quizje. Dit programma, of deze infrastructuur draait nu ongeveer 4 jaar.
Als ik daarbij zeg dat wij ongeveer 200 maatwerkapplicaties draaien, daar zijn ongeveer bijna 5000 instanties van gedeployed op onze hele OTAP. Heeft iemand een idee hoeveel geheugen dat kost? Misschien vraagt u zomaar iemand. Nee, nou, laat ik eens zien. 20 terabyte RAM kost dat ongeveer. 900 cores. We draaien dat op 750 VM's. Nou ja, bijna 5000 applicatieservers. En dat doen we ongeveer op dit moment voor 1 miljoen gebruikers. Maar goed, dit laat ook wel een beetje het probleem zien. Dus stel je voor, je moet hier nog mee beginnen met continuous delivery en met geautomatiseerd deployen, met microservices, et cetera. Ga het dan niet zelf bouwen. Wij moesten dat toen wel 5 jaar geleden, want Docker was nog 0.1, was zo prematuur. En wij als overheidspartij kunnen daar gewoon niet echt aan beginnen. Gelukkig is dat nu inmiddels niet meer zo. Dus we staan nu eigenlijk voor een volgende uitdaging. Je ziet hier een leuk plaatje met van kinderen die spelen op een crash, lijkt het wel. Want wij gaan de kinderopvang doen. Degene die mensen die kinderen hebben, die kinderen gaan naar het BSO over de crash, dan kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Wij gaan dat overnemen van de Belastingdienst. Maar dat betekent nogal wat. Want wat gaat er nou veranderen? We gaan van 8000 gebruikers per uur naar 700.000 gebruikers per uur. Dus dat is nog een aardige, op een piekmoment moet ik dan wel zeggen. Dat is een aardige toename, wat we echt absoluut gewoon niet gewend zijn. Dus ja, paniek in de tent van, jee, maar hoe gaan we dat nou aanpakken? We hebben daar eigenlijk, als je naar het huidige CD-platform kijkt, wat ik net iets over vertelde. Ja, dan moet je eigenlijk van tevoren allemaal bedenken van hoeveel applicatieservers moet ik deployen? Hebben we daar wel genoeg hardware voor? Etcetera, etcetera. Eigenlijk willen we daarvan af, want dergelijke pieken vragen gewoon een ander soort omgeving. Eigenlijk een omgeving die dus inspeelt op de vraag. He, die 700.000 gebruikers die in één keer komen, bijvoorbeeld binnen het uur komen. Ja, en we gaan blijven op het huidige platform steken. Ja, dat betekent dat wij altijd onevenredig veel resources in gebruik hebben. Dus eigenlijk willen we een omgeving hebben die automatisch schaalt naar aanleiding van het gebruik. Nou, gelukkig kunnen we bij Duo nu weer een stap maken. En wat is die stap dan? Oh, dan ga ik even te snel. Wat ik net al zeg, de load wordt een stuk hoger. We willen gaan microservices doen. We kunnen weer een vervolgstap maken in DevOps als we naar een meer cloudy omgeving gaan. En een omgeving krijgen die tegen een stootje kan. En waarbij deployments eigenlijk binnen minuten of dan wel seconden gaan. Dat zijn eigenlijk de dingen die we nodig hebben als we een succes willen maken van onder andere kinderopvang. Dat is dan één voorbeeld wat ik hier aandraag. Maar we zijn ook een nieuw studiefinancieringssysteem aan het maken wat inmiddels in productie draait. Wat ook dergelijke karakteristieken heeft, maar wat ook hele belangrijke beschikbaarheidseisen heeft. Goed. Nou. Geef nu het woord aan Martijn. Die gaat even iets vertellen wat wij aan de Java-kant allemaal hebben gedaan om dit mogelijk te maken. Nou, dankjewel Martijn. Duo Martijn, hoe toepasselijk. Dit is eigenlijk bij de start van het project, was dit een beetje onze omgeving. Nou hadden wij bij het project waar ik dan toevallig bij zit, hadden we al een hele grote stap gemaakt. Daar hadden we al microservices gemaakt. Daar hebben we de client al helemaal losgekoppeld van onze backend. Dus met Angular en Polymer. Ik heb een knockout staan, omdat we ook wat projecten nog in knockout draaien. Maar die exercitie hadden we gedaan. En daarmee hadden we eigenlijk al een hele mooie voorsprong. Maar ja, dit is eigenlijk het startpunt waar we vandaan kwamen. En we wilden nu de volgende stap in. Maar om die volgende stap te maken, hebben we dat op de huidige omgeving gedaan. Zodat we ook meteen de voordelen die we daarmee konden... die we daarmee kregen, ook alvast nu in onze huidige setup kunnen gebruiken. Nou ja, eigenlijk stappen richting de cloud. Wat we hebben gedaan, is die enterprise applicatie, die je op de vorige slide zag, daar heb ik netjes Java EE gedaan, daar zijn we van afgestapt en we zijn overgegaan om dat langzaam naar Spring Boot te gaan brengen. En hoe hebben we dat gedaan? Nou, allereerst door onze applicaties alle XML-configuratie eruit te halen en te vervangen voor Java-config. Nou, zullen jullie ongetwijfeld herkennen.
Persoonlijk heb ik altijd, als ik naar XML kijk, dat vrij vlot onoverzichtelijk wordt, best lastig. En waren op zoek naar de manieren waarop we dat gewoon gemakkelijker konden doen. Nou, tegenwoordig met Java, je kunt lekker mee refactoren, dat is echt, biedt gewoon heel veel voordelen. Dus ik heb hier even een voorbeeldje neergezet, een beetje vergelijkbare configuratie. Dat is de Java-variatie. En boven in de hoek, waar ik een dikke streep door heb gezet, min of meer vergelijkbaar in XML. Nou, de volgende stap, dat is heel belangrijk, dat zoveel mogelijk dependency beperken. Dus wat we hebben gedaan is services zo klein mogelijk gemaakt. En eerder waren we nog wel eens wat laks, trokken we gewoon echt van alles naar binnen, ook als we het niet nodig hadden. Nou, daar hebben we gewoon heel goed naar gekeken en zoveel mogelijk proberen te minimaliseren. En daarnaast hebben we een stap gemaakt in deze, door alle properties die we uit databases haalden voorheen, weer in property files te gaan stoppen en dichter bij de applicatie te deployen, zodat we dat geautomatiseerd kunnen doen. Nou heb ik het hier even simplistisch neergezet, maar ik kom er zo op terug hoe we dat nu daadwerkelijk hebben staan. Nou, de volgende stap, Spring Boot onder de motorkap. Dus die hele EE-container eronder weg en Spring Boot eronder. Nou ja, dat is eigenlijk super simpel, want de Spring Boot applicatie is eigenlijk niet meer dan wat je hier ziet. Dus je extent de Spring Boot parent. En je hebt een applicatie, dus easy going zou je zeggen. Helemaal met REST services. Nou, in een cloud omgeving moet je iets met health checks. Dus health checks toegevoegd kan eenvoudig door een annotaat of een dependency op te nemen. De actuator van Spring Boot. En dan krijg je netjes een health endpoint. En ook daar kunnen we nu al gebruik van maken in onze huidige omgeving. Door gewoon te kijken of onze applicaties gezond en live. En, nou, dat is, biedt gewoon veel voordelen voor ons. Nou, hier kom ik weer terug met mijn properties. We hebben Spring Cloud Config Server gebruikt. Dus we hebben ook heel Spring Cloud hebben voor een groot deel geadopteerd. En wat doen we met die Config Server? Nou, ik vertel al, we hebben microservices neergezet. Dus heel plat gezegd, we hebben nu gewoon een Git repo staan met daarin onze property files. En die ontsluiten we middels de Spring Cloud Config Server. En op die manier houden we onze, wat straks in de Docker container gaat draaien, zo clean mogelijk. Dan stoppen we daar geen properties bij in. Nou, en vervolgens hebben we dit pakketje alvast uitgerold op het huidige CD-platform. Zodat we in ieder geval al gebruik kunnen maken van de voordelen die we hiermee hebben. Want, persoonlijk vind ik ontwikkelen met Spring Boot biedt toch wel echt heel veel voordelen. Nou, en nu is het tijd voor de volgende stap. Duo naar Docker. Martijn. Inderdaad. Onze softwarearchitecten en programmeurs zijn dus inmiddels druk bezig met applicaties eigenlijk cloud-ready te maken. Nou, wij als Duo zijn gaan kijken van, hey, wat kunnen we nu met Docker doen? Zoals ik net zei, van, 4 jaar geleden kwam dat veel te vroeg. Maar we zijn binnen het overheidsland eigenlijk niet de enige die met dit probleem worstelen. Er zijn natuurlijk veel meer overheidspartijen die zich nu aan het beraden zijn van, hey, wat moeten we nou met de hele cloud-technologie? Voor overheidspartijen is het best lastig. De public clouds als Amazon AWS en Google, dat ziet er allemaal prachtig uit. Ik heb er zelf ook mee gewerkt. Ik wou dat we er nu al mee mochten konden werken. Maar goed, zolang dat niet zo is, moeten we toch weer zelf iets gaan bedenken. Nou, gelukkig, wat ik net zeg, we zijn niet alleen. Het CIB, wel bekend van de verkeersboetes, die doet ook gezellig met ons mee. Maar goed, die zien ook wel van, we hebben eigenlijk geen zin om zelf allemaal die resources weer te gaan hosten. Duo heeft er geen zin in. Nou, een aantal jaren geleden is de overheid gestart met het consolideren van zijn datacenters. Volgens mij terugbrengen naar 4 of 5 of zo in Nederland. En een daarvan is ODC Noord, dat zit ook in Groningen. En laat die nou een heel mooi cloud-platform hebben in de vorm van OpenStack. Misschien bekend bij jullie. En we zijn er samen gezet van, hey, kunnen wij misschien een dienst ontwikkelen met de ervaringen die we nu hebben, die we in overheidsland zeg maar in de markt kunnen zetten. En we hebben dat dan Quattro genoemd. Waarom Quattro? Nou ja, het is gebaseerd op 4 belangrijke pijlers, robuust, schaalbaar, portable en makkelijk in gebruik. Allemaal hele leuke termen. Maar ja, wat het eigenlijk gewoon betekent is dat je eigenlijk gewoon een cloud platform wilt neerzetten. Wat is het cloud platform dan? Nou, eigenlijk alle leuke fancy dingen van nu
Dus we gebruiken, je krijgt, als je Quattro als overheidspartij bijvoorbeeld zou afnemen, wat krijg je dan? Dan krijg je GitLab als buildpipeline en code repo. Dat gaan we straks in een demo laten zien hoe dat werkt. Elasticsearch krijg je, Prometheus voor alerting en monitoring, PostgreSDB en natuurlijk het belangrijkste, Kubernetes. Waarom hebben we voor Kubernetes gekozen? Omdat het eigenlijk wel, we zien wel dat die scheduler eigenlijk gewoon ja, heel goed omarmd wordt door de community. En een erg belangrijk uitgangspunt voor deze clouddienst, het allemaal gebaseerd is op open source technieken. En die goed in de open source community staan. Nou, daarboven heb ik nog expliciet vermeld dat we doen het met CoreOS en Tectonic. Waarom dat nou? Nou, we zijn eerst gaan proberen om Kubernetes zelf te installeren. Nou, dan kom je al heel snel allerlei moeilijkheden als het gaat om hoge beschikbaarheid, multi-master setup, disaster en recovery. Nou, de mensen van CoreOS die wel bekend zijn, misschien van Starbucks en Nike en Ticketmaster, die hebben daar een product gemaakt dat heet Tectonic. Is ook gewoon open source, gebaseerd op upstream Kubernetes. Dus als ze met een nieuwe release komen, dan levert CoreOS binnen 3 weken de nieuwste Kubernetes release. Maar wat zij doen, en daar onderscheiden ze zich echt mee, is geautomatiseerd lifecycle management. Dit cluster kan zichzelf updaten terwijl het draait. Nou, dat vinden wij erg belangrijk, want de requirements die wij net meegeven, is bijvoorbeeld dat wij heel erg hoog beschikbaar moeten zijn. Dus als wij bijvoorbeeld onderhoud moeten doen aan het cluster, ja, dan willen klanten daar ook zo min mogelijk hinder van ondervinden. Maar goed, dat is even in een notendop wat dit platform dan inhoudt. Het draait allemaal op OpenStack. Een mooi open platform. Nou, en nog een klein stukje, ik had net al het over de OTAP. Die GitLab CI die hangt over die hele OTAP heen, zodat je als development team of DevOps team een build promotion kunt doen. En hiermee kun je eigenlijk gewoon dat één commit, eigenlijk in één keer als je het goed doet, door kan rollen naar productie. Nou, je zou kunnen kiezen voor, en dat is wel vrij in te richten naar smaak als je deze dienst afneemt. Dat is dat je voor de O en de T een eigen cluster hebt voor acceptatie en productie. Maar je zou ook alles in één kunnen draaien als je dat aandurft. Wie ziet die stippenlijn nog? Dat betekent dat wij multi-DC zijn, dus multi-datacenter en multi-AZ. Maar goed, dat is dus eigenlijk in het kort hoe wij eigenlijk verder willen gaan met continuous delivery bij Duo. Goed, Martijn. Ja. Nou, wat hebben wij dan gedaan om vervolgens echt op die Quattro-omgeving te kunnen landen? Want nou ja, de eerste stappen die we hebben genomen is natuurlijk om onze applicaties al zoveel mogelijk voor te bereiden op die cloud readiness. Nou ja, ze draaien nu nog steeds op een EE-server. Dus we maken daar nog gebruik van Java naming context, dus alle resources gedefinieerd op die enterprise servers. Maar ja, die hebben we niet meer in de Quattro-omgeving straks, omdat we gewoon een Spring Boot applicatie gaan uitrollen. Dus daarvoor hebben we gekozen om gewoon die hele context eruit te halen. Daarvoor moeten we namelijk ook veel extra dingen doen om die context in de lucht te brengen in de Spring Boot app. En gewoon gebruik te gaan maken van de standaard config die Spring daarvoor daarin voorziet. Nou, ik heb hier een voorbeeldje gezien hoe dat er dan uitziet. Nou, en voor de oplettenden onder ons, daar straks zei Martijn al een keer, we draaien nu nog op IBM DB2. We hebben hier nu geen DB2 meer in Quattro. We hebben in eerste instantie de koppeling gemaakt met een Postgres database omgeving. Dus dat is al een klein verschil. Ik denk wel dat in de toekomst die koppeling er komt, maar we kijken ook naar andere database oplossingen op dit moment. Nou, de volgende stap voor ons. Nu hebben we een Spring Boot applicatie die gewoon, nou, eigenlijk gewoon lokaal kunt draaien. Maar ja, hij moet nog in een Docker container komen. Want ja, de Quattro omgeving, dat is natuurlijk Kubernetes en daarin rol je Docker containers uit. Dus daarvoor hebben we een Docker file toegevoegd. Nou, hartstikke mooi. Ik weet niet of iedereen bekend met Docker is, maar heel kort staat hier dat je hier een Java-image pakt. Dat is de from. Dan kopiëren we, in deze heb ik de JFall-applicatie gepakt. Dan kopiëren we de applicatie naar een directory in de Docker-container. We expose hem op port 8080. Nou, and that's basically it. Dan heb je je Docker-file gedefinieerd. Het is natuurlijk heel simpel, dan kun je natuurlijk wel gewoon wat verder uitbreiden. En je kunt natuurlijk eigen images bedenken, dat kun je zo gek niet bedenken. Maar dit is vooralsnog, voor onze demo setup, ook voldoende.
Nou, in Quattro hebben we Prometheus. En Prometheus is een medium waarop we eigenlijk gewoon heel goed onze applicaties mee kunnen monitoren. En daar kun je een endpoint voor toevoegen. En die lijkt eigenlijk heel veel op het Actuator endpoint. En die is heel eenvoudig ook door een paar dependencies op te voeren in je Maven-pom. In deze. En je doet een add enable Prometheus endpoint. En ik heb hieronder heb ik ook nog de Spring Boot Metrics Collector ontsloten. Die geven ook nog weer wat extra informatie op het slash metrics endpoint. Maar zometeen in de demo zullen we laten zien wat we dan met dat Prometheus, met die Prometheus data kunnen. Want die geeft eigenlijk gewoon heel veel informatie weer over hoe je container, of eigenlijk in deze dan je applicatie draait. Nou, en ja, dan deployen richting GitLab. Of eigenlijk naar Kubernetes, naar de Kubernetes cluster. En een groot verschil voor ons is hier dat wij, in de huidige omgeving hebben wij Jenkins gebruikt. En hier hebben we een migratie gemaakt richting GitLab CI. Daar ga ik zo meteen, tijdens de demo, gaan we daar even wat van laten zien. Hoe je dan je build pipeline vrij eenvoudig kunt configureren. Dan hebben we een omgeving. Dit is echt de daadwerkelijke test setup die we nu al klaar hebben staan voor wat grotere Duo applicaties inmiddels. En daar hebben we de Postgres database aan de rechterzijde. En we hebben voor de oplettende Cassandra erbij staan. Want we gaan ook wat met Cassandra doen in de cloud. Nu hebben we namelijk een opstelling met een DB2. Dus alle raadplegingen gaan nog op de DB2 database. Met een load van 700.000 extra willen we toch iets heel snels daarvoor neerzetten. Dus hebben we een idee om een Cassandra cluster neer te zetten. En daar alle raadplegingen op plaats te laten vinden. En dan eigenlijk onze master database, wat we nu in Postgres hebben, maar wat in de toekomst ook heel goed weer DB2 kan zijn, daar de enkele en alleen de mutaties in terecht te laten komen. Nou, de backend natuurlijk met Spring Boot. En de frontend. Nou ja, dat was eigenlijk de meest eenvoudige migratie, de frontend, want daar hebben we alleen maar een Dockerfile voor toe hoeven te voegen. En dat was het eigenlijk. Dan zijn we toe aan de demo, Martijn. Ja, inderdaad, demo. Sta ik nog aan? Ja, oké. Okay. Oh ja, nu wel. Demo, ja, wat ik al zei, we gaan twee dingen demoen. Eén is het gewoon een deployment. We gaan een applicatie uitbreiden met een endpoint. En het tweede deel van de demo is dat wij, en dat komt dan een beetje, zo komt het hele verhaal van die auto-scale, die schaalbaarheid terug, is dan laten we deze applicatie die zometeen gaan deployen middels GitLab. Gaan wij, zetten we zodanig een lood op dat het Kubernetes cluster vindt dat hij die moet gaan opschalen. Even kijken hoor. We hebben nu een niet bestaand endpoint op het Kubernetes cluster. Ik moet even mijn certificaat accepteren, zie ik. Hartstikke mooi. Doe hem maar even. Nou, zie je gewoon not found. Dus we willen graag een endpoint hebben. Dit is het endpoint JFOL. Hebben we speciaal even voor deze presentatie gemaakt. Omdat ik nou niet zo enorm goed ben met live coding als die meneer die jullie hiervoor zagen, ben ik gewoon een beetje lui geweest en heb ik gewoon een endpoint uitgecommentarieerd in mijn code gezet. Die ga ik nu aanzetten en eigenlijk wat hier gebeurt, deze ontsluit het slash JFOL pad en die geeft gewoon terug een 200 met hello JFOL. Nou, deze gaan we committen. Traag. We committen hem. En we pushen hem meteen naar GitLab. Jee, het gaat goed. Nou, als je nu kijkt, dit is eigenlijk de Quattro-omgeving. Je ziet dat er nu
een commit komt en onze pipeline begint te runnen. Maar ik had net gezegd, ik zou even terugkomen op onze GitLab CI-file, of zeg maar op onze build pipeline. Die beschrijven in een GitLab CI-file, die kun je hier zien, ik hoop dat het voor iedereen groot genoeg is. Maar wat je hier eigenlijk ziet, we hebben hier een aantal stages in gedefinieerd. Namelijk een compile, een test, een build, een release en een deploy stage. En elke stage, dat doen we eigenlijk tegen een Docker container aan. Dus een Java build, daarvoor halen we hier, zie je dat, halen we een Docker container met Maven erin binnen. En daar draaien we onze build tegenaan. En zo werken eigenlijk al die stages. Die hebben we hier allemaal in beschreven. En de laatste stage, dat is deze, dat is de deploy. En hier zie je dan gewoon met deze commando's, die kubectl commando's, kunnen we dan de deployment uiteindelijk naar het Kubernetes cluster brengen. Nou, daar hoort ook een configuratiefile bij. Dat is het kube deployment file. Die ziet er zo uit. Nou, deze file die beschrijft eigenlijk hoe je service binnen het cluster benaderbaar is. Dat is deze, dat is hier de service. Daar zie je JFOL service. Dus binnen het cluster is hij benaderbaar voor alle andere applicaties onder JFOL service. Maar we willen hem natuurlijk ook van buiten kunnen benaderen. Dus daar hebben we een inquest voor aangemaakt. En dat is dan deze. En dan op deze URL is hij dan van buitenaf benaderbaar. In dit geval als je een VPN hebt met met de Quattro omgevingen. Nou, dat is dit. Zullen we eens even kijken hoe ver de pipeline... ik kan misschien ook nog even zeggen. Hier hebben we nog staan, bovenaan, het aantal replica's waar we deze tegen default in willen uitrollen. Die heb ik hier op 2 staan. Kunnen we even door naar de pipeline. Nou, dan zie je dat dat duurt even. Hij is nu met de build stage bezig. Eigenlijk zie je... in dit overzicht mooi welke stages we hier allemaal hebben. De eerste is het bouwen van je applicatie. Het tweede, het draaien van je integratietesten. De derde stage is eigenlijk het samenstellen van je Docker container. Dus hier wordt je applicatie daadwerkelijk in een Docker container gezet. De vierde is dan de release van je applicatie. En de vijfde is echt de deploy van je applicatie. En ik hoop dat die eigenlijk nu bijna zover is. Hij is nu aan het deployen. Hij is nu de applicatie richting het Kubernetes cluster aan het deployen. Nou, dan kunnen we even kijken in het Kubernetes dashboard of die daar al inmiddels mee bezig is. Even kijken of ik hem kan vinden hoor. Hier is de JFOL app. Hier zie je dat hij op 2 pods aan het draaien is. Een pod is, dat is zeg maar een Docker container of eigenlijk een draaiende image. Hier zien we dat hij nog aan het terminate is. Dan kunnen we naar zo'n pod toe gaan. En dan kunnen we kijken of die applicatie langzaam weer gestart is. Dit is gewoon de applicatielogging. Die bekijken we hier rechtstreeks, maar... net zoals in, eigenlijk hebben we hier een heel ELK-cluster achter zitten, waar we gewoon al onze logging van applicaties in kunnen bekijken. Dus als het goed is, draait hij. Dan kunnen we kijken of we de service nu aan kunnen roepen. Come on. Hello JFOL. Woehoe. Nou, dat is gelukt. Goed, ja, dat was eigenlijk deel 1 van de demo. Wat ik net al zei is van, we willen eigenlijk terug toe naar die schaalbaarheid. Dus wat we nu gaan doen is, of dat gaat Martijn even doen, denk ik. We gaan tegen Kubernetes zeggen dat hij deze applicatie ook, gaan autoscaling groep toevoegen aan deze applicatie. En dan zeggen we eigenlijk van, nou ja, hoeveel resources die mag gebruiken. Nou, voor demo-effect hebben we die even heel laag gezet, dus altijd CPU-percent. Als hij meer dan 5% vraagt over die pods die gedeployed zijn, dan gaat hij upscalen. Inderdaad, nou is hij autoscaled. Dus als we nu hebben we een,
gaan we eigenlijk, ja, totdat wij die loodtesten onderbreken, gaan wij lood op het klussen zetten. Misschien kun je even Prometheus er nu bij zetten, om te kijken hoeveel pots te draaien. Ja, dat zou ik doen. Ja, dus je ziet hier, voor mij moeten we de schaal dan even een beetje kleiner maken, want dan kunnen we misschien wat beter zien. Zo het hele dashboard in één keer. Als je nu naar bijvoorbeeld de laatste 5 minuten doet. Yes. Ja, dan zie je dat hij net even heeft opgeschaald naar, of hier, daar, hè, we draaiden eerst op 1. Nou, toen is er blijkbaar die deployment geweest, heeft hij alles verwijderd. En toen heeft hij weer zelf gedeployed naar 2. Dus als wij zometeen de load gaan starten, dan verwachten we dat die daar omhoog gaat. Nou, wat ik net zeg, voor demo effect hebben wij, er zit natuurlijk een bepaald algoritme achter dat autoscaling, hebben we dat een beetje getweakt, zodat hij wat sneller reageert. Goed, het kan ongeveer een minuutje duren voordat hij denkt van, hey, ik moet maar eens gaan autoscalen. En het downscalen, dat doet zo'n cluster minder snel, omdat je, stel je voor, je hebt een peak load en je schat dat met 10 containers. En die load houdt ineens op, om wat voor reden dan ook. Dan gaat het cluster niet in één keer downscalen, want stel je voor dat die load later 5 minuten weer komt, of een minuut later weer komt. Ja, dan kost het te veel tijd om die resource weer in de lucht te brengen. En je kunt daar heel erg, ja, van het grillige scaling gedrag van krijgen, met uiteindelijk onbeschikbaarheid van je applicatie. Goed, we gaan nu even in een container zitten. En dan hebben we hier, eigenlijk roepen we gewoon, die JFOL service, die is dan we roepen hem hier op de interne DNS-naam aan van het cluster. Had ook van buiten gekund natuurlijk, via die ingress. Maar nu doen we het even vanuit in een container. Nou. Nu gaat hij gewoon, ja, we hebben gewoon een kleine functie in applicatie gemaakt. Dus als het goed is, dan gaat hij binnen een minuut scalen. Misschien, dus even wachttijd, misschien is er ondertussen een vraag. Heeft iemand een vraag? Ja, hier vooraan. Sorry, kon de vraag is of dit Prometheus is. Ja, dit is inderdaad Prometheus. Dus hiermee kun je inderdaad met Prometheus kun je inzichtelijk maken van wat je applicatie doet. Misschien kun je even die andere erbij pakken, Martijn. Dit is, Martijn had net al uitgelegd dat die Prometheus, ik ben even de exacte annotatie vergeten, mijn applicatie is geannoteerd met Prometheus, een Prometheus endpoint. Dus we hebben Prometheus zodanig ingericht dat als je een applicatie in dit cluster deployt, dan ziet hij hem gelijk. Dus in dit geval zie je volgens mij, ja, dat zijn van al die pots die er geweest zijn, dus een beetje een gek overzicht zo. Maar wat de essentie is, zeg maar, dat van hier de gebruikte heap, zeg maar, van je applicatie. Dus, dus je kunt inzichtelijk maken van wat je gedrag van applicatie is. Dus als je met Spring Boot bezig gaat, kijk dan eens naar een actuator. En als je die Prometheus annotaties gebruikt in je applicatie, dan die vormt het om zo naar een Prometheus formaat. De endpoints zitten gewoon in de applicatie, dus als er zo behoefte aan is, kunnen we die nog wel even laten zien, hoor. Dus, no problem. Nog meer vragen? Zal ik eens even kijken hoe ver die is, Martijn? Vooraan nog een vraag. Is het nou moeilijk om Prometheus in te richten ook? Of is dat gewoon installeren, endpoint, dus de definitie aangeven, annotatie, en dan werkt het? Of is het nog meer configureren? De vraag is of het moeilijk is om Prometheus te configureren, te installeren, of dat veel werk is. Nou, wij zijn nu een beetje verwend, want Prometheus wordt gewoon bij Tectonic geleverd. Maar er zit wel wat werk achter, inderdaad. Maar goed, dat is meer eenmalige inspanning. En dan, je moet dus eigenlijk Prometheus gaan configureren van waar die nou op zoek moet gaan. Dus, goed, en verder moet je configureren van hoe jij je alerts wil ontvangen. Of je dat op je chat, op WhatsApp, of WhatsApp is wel een slecht voorbeeld, maar Slack of wat dan ook. We gebruiken bijvoorbeeld... wij gebruiken bijvoorbeeld Slack als een monitoringkanaal, alertingkanaal. Ja, hoe ver is die? Hij heeft nou inmiddels 4 replica's. Hij wil er eigenlijk wel graag nog wat meer, dus hij wil graag 6. Dus hij zal nu langzaam gaan opschalen. Ja, dus je ziet al dat hij gaat klimmen. Ja, en dat is eigenlijk wat je wil. Hè, tot in bepaalde grenzen natuurlijk. Want je kunt ook zeggen van, nou ja, als je binnen Kubernetes kun je werken met namespace technologie. Je zegt van, nou, in deze namespace mag je niet meer dan zoveel cores gebruiken, zoveel geheugen. Ja, als je die limiet bereikt, dan gaat hij natuurlijk niet verder. Want je wil niet dat je Java-applicaties al je resources opvreten. Dat doen ze namelijk wel als je heap size niet
niet beperkt. Even denken. Dat was volgens mij onze demo, hè, tot nu toe. Ja, we kunnen hem stoppen, maar dat duurt even voordat die weer terug dan zeg maar in zijn desired state is. Dat duurt een aantal minuten voordat alles weer afgeschaald is. Maar stop hem maar dan. Ja, zou ik hem afbreken? Dat was ons verhaal, toch? Ja, nou, zijn er nog meer vragen? Zal ik die proberen te beantwoorden? Ja. De vraag is eigenlijk of het heel veel werk geweest is om onze EE-applicaties om te bouwen naar Spring Boot. Nou, zei ik aan het begin dat we hebben een kleine voorsprong gehad. Want we hadden natuurlijk al een omgeving waarin we onze client zeg maar losgekoppeld hadden van onze backends. Dus vrij eenvoudige services aan onze backends hadden overgehouden. We waren al langzaam aan het kijken voor de volgende stap. Dus wij hebben als vuistregel gehanteerd dat het ombouwen van één applicatie ongeveer een sprint kost. En wij werken in een team met 4 ontwikkelaars en 2 testers. En onze sprints duren een week of 3. Dus dat is dan een beetje waar je rekening mee moet houden. Dus het kost wel wat. Maar je krijgt er ook wat voor terug. Ja. Zijn er nog meer vragen? Ja, nou. Sorry, ik kan niet opstaan. We hebben net gezien dat er opgeschaald wordt. Ja. Automatisch. Is dat enkel binnen Kubernetes? Of ook dat er bijvoorbeeld de laag eronder dat er extra CoreOS scale op. Oh, zo. De vraag is of het upscaling alleen maar binnen het Kubernetes cluster plaatsvindt of ook op de onderlaag eronder. Dat kan inderdaad op beide. Dus als je met in ieder geval, wij gebruiken OpenStack. Dat OpenStack maakt gebruik van heat. Dus Kubernetes werkt met worker nodes. Dus als wij er bijvoorbeeld, zou tegen OpenStack kunnen zeggen van nou ja, hey, als je ziet, dit is je definitie, bijvoorbeeld 10 worker nodes met 64 gig RAM en iedere 10 cores. Als je daar, dan zou je tegen OpenStack kunnen zeggen van nou ja, als het resource gebruik er zo hoog wordt, spin even automatisch een worker node op. Nee, dat gebeurt hier niet. Dit is alleen puur alleen maar in het cluster. Zover zijn we trouwens ook nog niet met het ontwikkelen van het platform. Ja. De vraag is of ik naar een andere platform heb gekeken, waaronder Cloud Foundry, of dat een alternatief is. Ja. Voordat we hiermee begonnen hebben we eigenlijk een soort selectie gedaan. Daar is misschien ook wel bekend met OpenShift van Red Hat. Plain Kubernetes hebben we naar gekeken. We hebben naar Cloud Foundry gekeken. En die zijn eigenlijk wat ons betreft allemaal afgevallen op één ding. Dat is geautomatiseerd lifecycle management. Het is allemaal Kubernetes, eigenlijk allemaal hetzelfde. Wij vonden OpenShift wat te rijke set aan features. Wij wilden gewoon open zijn en flexibel. Cloud Foundry vraagt wel heel veel resources. Dus wij hadden zoiets van, nou, wat vinden wij nou echt belangrijk? Dat is geautomatiseerd lifecycle management en dat het gewoon helemaal open is. Dus vandaar dat wij uiteindelijk op Tectonic uitkwamen. Nog meer vragen? Als er geen vragen zijn, in de tussentijd zien we eigenlijk dat het cluster langzaam weer aan het afschalen is. We hadden net een piekje met dat... We hebben op 10 replica's gezeten en nu is hij weer langzaam aan het afbouwen. Dus net zolang dat we weer in de desired state van 2 zitten. Dus dat heeft even tijd nodig. Nog iemand? Nee? Nou, dan was het. Dan wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht.